Ik zit hier aan de keukentafel bij uitvaartonderneming Bijnen in de Baroniestraat in Boxton. En bij mij aan tafel zitten Patricia en Betty Bijnen. En deze keukentafel gaat over deze twee bijzondere vrouwen. Hallo allebei. Hallo. Hi. Ja, ik ben eigenlijk bij jullie aan de tafel komen zitten omdat dit toch wel een heel apart vak is. Betty, ik begin met jou. Hoe lang zit jij in dit vak? 18 of 20 jaar, ik weet het niet precies. Zo lang zit ik in het vak. En Patricia, ja. Jij bent pas gekomen, of tenminste, jij hebt met jouw man het bedrijf overgenomen. Ja, het bedrijf in Boxen hebben wij sinds 6 jaar overgenomen. Ja. En sindsdien werken wij samen, Betty. Ja. Maar daarvoor, ik ben van de Vugse Bijnen, dus ik doe dit ook al 20 jaar. Ja, want jullie zijn eigenlijk familie. Ja. Ja, tante. Zij is mijn nicht, dus ik ben een tante. Oké. Okay. Ja. Ja, leuk. Maar ik hoef niet tante Betty te zeggen. Nee. Betty, al zo lang in het vak, hoe ben jij in dit vak terechtgekomen? Ik heb mijn man toen leren kennen, Henk dus. Ja. En die zat al in het bedrijf in Vught, bij zijn vader, met zijn broer. Ja. Dus hij was mededirecteur in Vught. Het waren twee broers? Het waren twee broers. En die zaten allebei in het bedrijf? Allebei in het bedrijf, Harry en Henk. En toen zijn wij naar Boxen gegaan. Toen zijn wij begonnen in de Barnierstraat. En wij zijn in Vught gebleven. En jullie zijn in Vught gebleven? Ja, we zijn in Vught gebleven. Ja. Dus. Ja. En jullie gingen naar Boxen? We gingen naar Boxen. Maar jullie zijn helemaal echt opnieuw begonnen dan? Ja, we hebben dus de zaak van aannemer Leermakers overgenomen. Ja, de vroege aannemer. Ja, dat klopt. Ja. Frans Leermakers. Dus, en daar zijn we begonnen, dus met kantoor en dus het bedrijf. Heel bijzonder. Want ja, je ontmoet zo'n man met zo'n vak. Precies. En dan moet je iets als vrouw, hè? Ja. Ik ben er niet meteen in, ingestart. Nee. Maar wel dus toen we naar Barnier vertrokken. Toen we naar Boxen vertrokken, dus toen ben ik er meteen ingestapt. En dat instappen, starten, wat dat betekent dat? Eerst is dat op kantoor, morgens, hij deed meestal kantoor dus. Ja. En dan, mijn dochter zat op kantoor. En de zoon van Henk zat op kantoor ook inderdaad dus. En dus zo zijn we eigenlijk begonnen dus. En van lieverlede dus ben ik eigenlijk mee in het vak meegegroeid. En dat houdt in dat je dan mensen ook de nabestaanden helpt? Ja, ik ben dus voor de eerste keer begonnen dus met een opbaring thuis, dat was, ik vergeet dat nooit meer, echt de eerste opbaring. En dat was in Kromvoort. Henk had het zo druk en toen belde hij me of van God zou je het niet willen doen vanmiddag. Ik zeg, ja waarom niet? En ik heb mijn medewerker opgehaald, de verzorger op zich dus. Maar al met onze attributen zijn we daar naartoe gereden dus. En ik kom op de plaats. Ik denk, ja waar nou? Ik denk, oh, toen denk ik van, kan jij niet meedoen? Ik denk, ja, waarom niet? Ja. Ik ben er binnen gestapt en ik heb erover nagedacht. Ik denk, ja, wat heb je nodig bij je verzorging? Als je even nadenkt, dan weet je dat ook gewoon. Ja, want de bedoeling is dan dat jullie de overledene aflegt, hè? Ja, is dat, zo noemen ze dat. Hè? Ja. En dat wil zeggen dan eigenlijk? Helemaal verzorgen. Ja, we ontkleden hem eigenlijk eerst en dan doen we hem hygiënisch verzorgen. Dus wassen overal. Alles. En dan doen we hem weer netjes aankleden en bij dat laatste, bij dat aankleden, zie je tegenwoordig ook vaak dat de familie weer erbij komt en meehelpt. Want dat is tegenwoordig heel erg belangrijk, van dat ze willen ook meehelpen. En wij doen dat bij voorkeur niet met de hygiënische verzorging, hè, maar wel met dat kleden. Met aankleden. Vroeger heette dat afleggen, maar we zeggen tegenwoordig netjes verzorgen. Ja, ja. Zodat ze mooi eigenlijk opgebaard komen te liggen. Juist. Dat gaat het om. Ja. Ja. Maar dat was daar heel zwaar, want die man lag eigenlijk op een... Ja, het was echt in een boerderijtje dus. En er stonden twee persoonsbed dus. Helemaal tegen de wand aan. Oh God. Dus, en daar lag die man in het midden. Nou, dat is natuurlijk super zwaar. Ik kon helemaal niet rond of zo, weet je wel. Het was echt dus, dan met tweeën dus. Met mannenmacht. Ja. En er was ook nog zo'n echt zo'n opschutbed. Dus die man helemaal inzakte. Die man lag echt in een kuil zo. Ja. Ja. En hij werkte ook niet meer mee. En hij werkte ook niet meer mee. Dus het was echt, het was echt even zwaar. Ja. En heb je ook koeling eronder gelegd? Nee, dat was toen nog niet. Nee, dat hebben we toen nog niet gedaan. Nee, dat hoefde niet. Nee, want nou heb je tegenwoordig... Dat was mijn eerste opleiding, dat is heel lang geleden. Ja. Oké.
Ja. Toen was dat nog niet, dan deed je mensen... Nou, toen hoefde dat daar ook niet. Het was best koud daar in huis. Ja. En toen waren we klaar dus. En nou, het was, ik vond het zo geweldig. Ja? Ik denk, wat is het mooie eraan dan? Van iemand die dan zo daarbij ligt om er toch iets heel moois van te maken. Gewoon dus het verzorgen, zijn nagels, alles moest gedaan worden. En als je weet wat je normaal zelf doet als je in bad gaat, wat je bij je eigen ook doet, dan moet je normaal bij een verzorging ook gewoon doen. Ja? Scheren, alles. Oh ja? Ja, alles. Want dat groeit allemaal nog gewoon door als nou, je... Nou, goed door, het is... Nog wel. Ja, op dat moment is dat nog wel nodig. En je maakt dan ook iemand op eigenlijk? Hij wordt ook zijn haar, wordt natuurlijk ook gewassen en dan nog gewoon dus... Ja. Dat wordt allemaal gedaan dus. Ja. En toen was een lieve man klaar dus en... We gingen de mensen halen en die waren zo tevreden. En toen reed ik naar huis met mijn collega. En toen zegt hij, oh, ik vind het zo knap voor jou. Jouw allereerste keer en je deinsde net eens voor terug. Je begon meteen. Ik zeg, ja, ik gaf een gevoel erin. Ik denk, zo moet het en zo hoort het ook eigenlijk. Ja. En het was mijn eerste ervaring en ik vond het zo geweldig. Ja? En toen ben ik begonnen. Toen ben ik doorgegaan. In het mortuarium. Was dat ook jouw ding eigenlijk? Ik voelde dus, het verzorgen was voor mij ook ontzettend fijn. Ik vond het heerlijk om te doen. Ja, want de ene overleden persoon is natuurlijk meer toegetakeld als de andere, om het te zeggen. Ja. Van met een ziekbed of wat. Ja, maar dan ben je met z'n tweeën, dus dan is het altijd wel heel prettig om dat samen te doen. Ja. Maar het was en ook samen over een praat, hè? Ja, dan praat je erover en dat is zo fijn. En dan ga je die mensen halen weer en dan denk ik, oh, dit is gewoon een heel fijn beroep. En dan ben ik heel langzaam zo ingegroeid. Dus mijn kantoor werkt dat steeds minder. En ik ging meer in dat vak doen. Ja. Dus het verzorgen, de avondwakens, het kerkgebeuren, de huisbezoekingen. Oh, dat was zo'n geweldig. Ja, want de huisbezoeking is, dan ga je echt bij de mensen... Alle dagen naartoe dus, hè? Oh ja? Als iemand verzorgd is, dan ga je alle dagen dus even gaan controleren of alles echt goed is. Ja, als een overledene thuis is natuurlijk. Ja, thuis hè, niet in het ziekenhuis of nee, maar het mortuarium. Dan ga je ook zelf bij. Ja? Bij een thuisopbaring is dat gewoon heel belangrijk om echt alle dagen dus langs te gaan bij die mensen. Bijvoorbeeld, nou dit is jouw dan, je eerste keer vergeet je natuurlijk nooit dat meer. Dat vergeet ik nooit meer. En dat was dus gewoon echt zonder dat ik dacht van woe. Die meneer uit Kromwoord. Ja, die meneer uit Kromwoord. Ja, ik noem geen namen, want dat is niet nodig. Nee, dat hoeft ook niet. Hè? Dat is ook geen meerwaarde. Maar het was gewoon, en dat was echt een oud mannetje, maar het was... Ja. Ik denk, hè? Gewoon geweldig. En maar waarom is het zo geweldig? Want dat... Hè? Ja, dat is ieder zijn vak natuurlijk. Maar tuurlijk, waarom is het zo geweldig? Wat is toch de dood? Ja. Het is verdriet. Maar de dood was voor mij dus... Kon ik best goed accepteren, eigenlijk wel. Ja, het hoort bij het leven. Het dus bij je het hebt leven. Geen keuze, hè, ja. denk ik. Om, ik heb het zelf enkel wezen meegemaakt. Ja. Dus voor mij was het dus inderdaad dus van, dit is gewoon heel fijn. Ik kan mijn eigen er helemaal inleggen. Ik kan ook met de mensen praten daarover en ze zeggen van, god, dit is... ik kon er ook echt op terugkomen. Ja. Ook later, als ik in begrafenis had gehad, dan ging ik toch weer later naar die mensen toe. Om het af te sluiten en voor jou en voor praten zo. Ja. En dan zei ze van, god, maar... waarom vind je dit ook zo fijn? Of, dan zeg ik, nou, ik voel gewoon dat ik het gewoon kan. Want mijn eigen ervaring gooi ik er helemaal in. Ja, het is helemaal jouw ding ook. Mijn dan. Ding is dat geworden. Ja. Dus mijn eigen ervaring heb ik eindelijk ingebracht in het begrafeniswezen. Ja. En dat trok me heel erg. Ja, want ik denk dat er ook wel een stukje meerwaarde is als je dat zo hebt. Ja, zo ik heb ook gemerkt dat het dus echt meerwaarde heeft. Zeker voor de nabestaanden. Ja, hè? Ik heb kunnen voelen dus wat ook die mensen voelen. Ja. Ik kan zeggen... Het is wel zo, wat u voelt kan ik niet echt voelen, nee. Maar ik kan wel voelen wat het is. Ja, je leeft mee. Je hebt die empathie, het inlevingsvermogen. Het komt heel dichtbij, hè? Het komt heel dichtbij, hè? Ja. Ja. Oh. Ja. En dat maakt het zo fijn. Ja. Nou, en denk voor ons alle twee, Betty, wat bijzonder is. We hebben allebei een man, jij gehad en ik heb hem nog, waar we ermee over kunnen praten. Ja. En ja. Die begrijpen dat ook, want die kunnen die ervaring, die kun je daar heel makkelijk mee delen. Want zij maken hetzelfde ook natuurlijk mee. Dus want die doen het ook. Mijn man doet dit ook. Mijn man doet het ook. Haar man deed het ook. Ja. Dus en ja, de situatie is voor hun ook vaak heel herkenbaar. Precies. Of ze kennen de situatie zelf. Dus als we het moeilijk hebben, en dat gebeurt natuurlijk, want we zijn ook niet van steen. Nee, ik heb ook wel eens gehuild dat ik het zo zielig vond of zo naar vond.
En dan kom je thuis met je verhaal en kun je je verhaal kwijt. En dat kan iedereen natuurlijk, maar het is heel moeilijk voor de partner om dan te begrijpen. Maar in ons geval is dat natuurlijk toch anders. Ja. Mijn man gaat ook wel eens mee en dat deed jij ook. Jij deed ook samen met oom Henk uitvaarten. Ja. En ik kan ook gewoon aan Rien vragen van nou, ga maar mee, want er is iets waardoor ik het fijn vind dat je erbij bent. Ja. He, dat kan. Ja, dat is wel een meerwaarde. Ja, dat is super. Een meerwaarde. Ja. Ja. Want ik kan me ook voorstellen, net zoals personeel weer hier is, waarvan de vrouw hier werkt of de man, of de, die kunnen dat natuurlijk minder delen. Sommige medewerkers die delen het dus helemaal niet, want die partner die wil het niet horen. Oh ja. Die kan er niet tegen. Die vindt het eng of akelig. Ja. Dus vandaar dat ons teamverband is gewoon enorm belangrijk. Wij komen iedere ochtend, voordat de dag begint, komen we bij elkaar op het hoofdkantoor in Vught. En dan zijn alle medewerkers van die nacht en die dag gaan werken, dan zitten we bij elkaar en dan mogen we allemaal ons ding vertellen. Dus we nemen natuurlijk de agenda door van die dag. Maar als er iets is, als er in die nacht een heel zwaar iemand gehaald is op zolder, driehoog, dan kan die medewerker met zijn collega, die vertelt daarover en die vertelt daar ook zijn gevoel bij. En die kan dat waarschijnlijk thuis helemaal niet kwijt, of die vrouw die snapt er helemaal niks van. En dat is wel enorm belangrijk. Ja. De collega's, jij noemde het woord net ook al, collega's. De medewerkers zijn enorm belangrijk. Heel fijn. Want we doen het nooit alleen, we doen het altijd in teamverband. Ja, dat moet ook het wel. Echt, Want is het dan ook bij jullie, dat jullie personeel of collega's, om het zo maar te zeggen, die hebben dan oproepdienst? Want als er iemand 's nachts sterft, dan wordt er één persoon of twee persoon, die worden uit bed gebeld. Ja, altijd en die twee, gaan daar altijd twee. Waarom twee, is het altijd twee? Mensen van ons gaan nooit alleen op stap. Kan je niet, je kunt niet alleen een brancard. Nee, ook niet. En Betty zei het net in dat bed. Ja, je moet met z'n tweeën zijn. Ja. Op schutbed. Met z'n opschutbed. Ja. Ja, nee. En ook denk ik ook voor een stukje veiligheid ook. Hè? Ja. Dus toch weten waar je terechtkomt. En midden in de nacht, je weet uiteindelijk niet waar je terechtkomt. Het is wel heel spannend, vind ik het hoor. Hè? Ja, midden in de nacht. Nou, het spannende is denk ik dat als je een melding hebt, dus zo noemen we dat dan, je weet nooit wat je te wachten staat. Nee, dat bedoel ik. Het kan een jong iemand, het kan een oud iemand zijn. We krijgen natuurlijk wel telefonisch de melding, maar je wil niet zoveel door de telefoon vragen. Want die mensen aan de andere kant, die hebben verdriet. Ja. En als ik dan allemaal zakelijke dingen zou vragen van wat is de geboortedatum, wat is dit, wat, dat doe je niet. Nee. Dus het is heel vaak een verrassing. En dat maakt het ook wel leuk, hè? Dat, Heel bijzonder hoor. Echt heel bijzonder. We hebben ooit een melding gehad 's nachts, en dat was dus heel vervelend hoor. Was in de stad, in de mos. En dus mijn man bed uit dus, en zijn medewerker dus opgehaald en samen naar de bos gereden. Komen ze eraan, een oude flat. En dus ging ik naar boven en er staat een deur open. Dat was het nummer. Belde aan dus. Zit er een man binnen, op een stoel. Niet dood. Niemand overleden. Oh, dus hoe kan dat nou toch? Ik weet er niks van, zei hij, maar ik weet er echt niks van. Niemand overleden. Nou, daar ga je dan. Voor niks uit bed? Ja. En, ja. Maar dit is geen grap. Nee, dit zijn geen dat kan grappen. Niet. Maar bleek achteraf later dus. Er waren heel veel ondernemers die nacht. Daar langs komen. Opgebeld gewoon dat er iemand overleden was. Dus ze zijn heel vaak allemaal daar aan de deur geweest. Dus er is een beetje werk van gemaakt, maar daar kon je ook niks aan doen. Verder is het niet. Nee. Maar dat zijn geen grapjes. Nee, dat zijn geen grapjes. Ja. Betty, even een heel andere vraag. Ja. Al die jaren, wat is jou het meest bijgebleven? Wat is mij het meest bijgebleven? Het zwaarste? De familie. De familie Verbrandtes daar, van de Kom. Van de Kom, ja. Van de Kom daar, dus dat was heel extreem. Heel erg. Dan zie je al die mensen met al die kistjes. Dat was echt verschrikkelijk. En een vrouwtje dus die allebei de kinderen heeft verloren. Die maar twee kinderen had. En die ene was 6 jaar. Een andere 8 jaar. Dus 2 jaar na elkaar dus. Werden ze allebei ziek. En allebei gestorven. Oh, ja, dat was heel bizar. Ja, maar dan raakt je persoonlijk natuurlijk. Oh, dat is verschrikkelijk. Zeker als moeder zijnde. Ja. Lijkt me dat sowieso, hè? Als een kind sterft, dan de... Kinderen is verschrikkelijk. Ja. En ik kom nog steeds bij de vrouwtjes van die twee kinderen. Daar heb ik nog steeds een man mee. Ach, wel leuk. Dan ga ik regelmatig naartoe dus. Ik heb nou nog mensen in boxen waar ik dus gewoon zelf uit mijn eigen naartoe ga. Ja, ja. Dat vind ik heel gewoon fijn. Om toch af en toe contact te hebben. Even te vragen hoe het met ze gaat. Ja. En, en dat is gewoon... En voor hun natuurlijk ook, want jij hebt daar wel meer. Ja, ik heb daar ook een hele fijne band met die mensen gekregen. Ja. Want in die dagen, als iemand overlijdt, dan krijg je toch... Met die mensen in de band. Ja.
Want dan ben je er alle dagen dus. Ja. Ja, ik denk ook, je komt binnen op een moment als mensen iets meemaken, ja, wat ze maar 1, 2, 3 keer in hun leven meemaken. Ja. Dus het is een heel intiem moment. Plus dan moeten ze jou dingen vertellen die hun heel dierbaar zijn. Ja. En je bent uiteindelijk een wildvreemde. Dus in een paar minuten moet je eigenlijk een band maken, een klik maken met die mensen. Ja. En dat gebeurt meestal ook wel. En ja, jij bent er helemaal goed in. Dat ik vond het wel heel fijn om dan te zijn. Om de mensen op te kunnen vangen even dus. En dan, dan kwam ik weer wat ik zo graag wilde doen. Dus, Want kreeg jij daar eigenlijk ook energie van? Want daar is het, hè? Als het jouw ding is, ik krijg zo gedreven. Ik krijg er energie van. Dan leid je er ook niks mee. Totaal niet. Omdat het jouw ding is. Ja. Maar we deden ook de leuke dingen erachteraan, dus we gingen ook wel heel vaak uit eten. Ja. Daar was er ons pakje aan. We zeiden van, nou, dat was toch wel lekker. Lekker er even uit. Ja. Niet een boksel, altijd naar de stad. Ja. Even lekker eruit. De leven, het leven, toch? Al was het 9 uur, dat maakte ons niet uit. Dan gingen we toch maar een hapje eten. Ja. Ja, en dat deden we heel vaak. Dat was het enige wat we hadden, dus ja. Bijna geen vakanties, zoals altijd werkt. Nee, want dat lijkt me ook met zoiets, hè. Laat het maar eens los, hè. Ja, want ga jij op vakantie, ja, niemand wacht tot jij terugkomt. Nee. Mijn man kon het helemaal niet loslaten. Nee? Want dat was een echte bijne. Dat waren echte werkers, dag en nacht. Nee, dat kon je niet van hem afnemen. Nee, dat was bijna zijn hobby. Zou die ongelukkig van worden? Ja, zijn werk was een hobby. Maar dat is bij jou ook, hè? Mijn man ook, ja. Precies. Ja. 24 uur per dag is hij ermee bezig. Ja. En ook niet veel hobby's. Nee. Beetje koken, maar die telefoon en dat werk, ja, dat is heilig. Ja. Ja. En muziek, hè? Ja. Bij mij was dus, zoals Henk helemaal gek was, van zijn harmonie, hè? Oh ja? Ja, dat was het enige wat hij leuk vond. Ja, erbij. Wat hij ontzettend fijn vond, ja. En jij, had jij ook andere hobby's nog erbij? Nee, ik heb dat niet meer geleerd, hè? Dit was gewoon... Ja, dit was jouw dit ding. Dit werd ook mijn ding. Ja, dat is dan ook een hobby ook, hè? Ja, dat was gewoon, ik was er gewoon dag en nacht mee bezig. Ja. Goh, andere vraag. Ja. Ik weet niet precies welk jaartal het was. Ik denk in de jaren 60 kwamen de buitenlanders. Hè? De eerste gastarbeiders kwamen naar Nederland, ook naar Boksel. Ja, die gingen natuurlijk ook dood. Dat was toch wel ook wel weer een heel Dat zijn hele aparte begrafenissen. Een hele aparte... die hebben dus hun eigen ding, hè? Ja, want een christen, die doet het zoals wij het een beetje kennen. Maar hun deden het weer heel anders. Op eigen manier. Als ik... met een buitenlandse maken had dus, dan mochten ze, heel vaak wilden ze graag dan dus het mortuarium gebruiken die avond of zo, hè, van te horen. En dan, ik heb een keer een bewassing meegemaakt van een vrij jong meisje. Een bewassing, dat was dus gewoon, dat noemde dus zo'n bewassing. Dan komen alle vrouwen, alleen maar van de moslims of wat was de een of de andere godsdienst, die kwamen er met z'n allen naar mij toe. En die brachten lakens mee en alles dus. En er mocht eigenlijk niemand bij. Oh. Maar ik zeg, nee, het is ons mortuarium, ik wil erbij zijn. Ja, je wil wel weten wat ze doen natuurlijk. Maar dan deden ze dus allemaal die sjaals op haar hoofd. En dat is gewoon geweldig, want dat is hun geloof. Dat is prima, en dat mag ook natuurlijk. Ook in mijn mortuarium, dat maak je niet uit. Nee, het is maar een sjaal. Het is hun geloof, dat is prima. Maar er waren een paar verpleegsters bij en die deden wel de sjaals. Toen zeiden ze tegen mij, god mevrouw Beine, doet u die sjaal niet om? Ik zeg, nee, ik blijf er wel bij, maar ik hoef die sjaal niet om te doen. Ik ben geen moslim of... Hè? Nee. Dat is gewoon mijn pakje, Nou, en ik heb het ervaren als... Ja, bijzonder? Zo bijzonder, maar ook zo... Dat ik dacht van... Oh, de vrouwen die komen allemaal eerst bij elkaar aan de melk dus. Dan doen ze allemaal de sokken uit. Of de kousen net als ze aan hadden dus. En dan gingen ze met hun voeten onder een wasbak. Met de voeten, ja? Ja, die moest eerst gewassen worden. Oké. Okay. Voordat ze zelf dus... Die vrouw die dood was... Ja. Kon reinigen. Die gingen ze reinigen dus. En noemen ze reinigen daar ook, hè. Die gaan ze eerst helemaal scheren. Alles wat geschoren moest worden gewoon dus. En dan dus met bepaald, dan gingen ze dus helemaal wassen. Nou, het was zo heftig dat ik dacht van, stop er nou eens mee. Zo erg vond ik het bijna. Maar toch heel mooi om het mee te maken. Ja. Omdat het gewoon dus een hele andere dienst is. Ja. Ja, dat was... Ja. Veel intensiever wordt iemand ook gereinigd natuurlijk. Ja, dat gaat natuurlijk gepaard met zang en... Ja, en dan gingen ze dus, hadden ze dus heel veel lakens meegebracht. Dus terwijl het geen familie was, maar het was allemaal dus alleen maar vrouwen. Dus de mannen mochten dus in de andere dingen blijven, andere zaal blijven. Dan deden ze al die lakens scheuren en dan werd ze daar helemaal ingewikkeld. Tot aan het gezichtje eerst. Zo. En dat was, het was zo mooi. En toen mochten dus
De mannen ja, afscheid komen nemen, okay. Eventjes. Ja. En waarom deden ze dat? Dat zijn wij gewoon in zwart helemaal, hè? Ja, het ging dus wel dicht. Dat was nog even met afscheid. Ja, het zit ook in die kleding natuurlijk. Hè. Het is een beetje boerka-achtig. Ja. Helemaal alles bedekt. Alles bedekt. En die gaan dan ook in een kist? Die ging toen in een kist, ja. Maar niet altijd. En dan mochten ze niet altijd. En die mochten er alles bij leggen. Wat ze meebrachten, nou, je wilde niet weten. Maar die werd allemaal meegestopt, want dat had ze nodig voor onderweg. Ja. Och, maar mooi. Ik vond het bijzonder. Ja. Ja, het was echt bijzonder. Ik had het niet willen. Zo'n mensen werden wel, die worden wel begraven. Die worden, ja... Meestal wel, hè? Meestal wel. Ja. Of ze werden teruggestuurd naar het land waar ze dus... Land van herkomst. Van herkomst. Ja. Ja. Maar eigenlijk komt het niet zo vaak voor in Boksel. Nee. Want er moet wel bij ons iemand anders... Dat iemand begraven wordt of teruggestuurd wordt? Nee, andere culturen. Andere culturen. Komt niet zoveel voor in Boksel. Nee, want bij ons was het voor één vrouwtje dus. En die werkte daar wel heel veel mee dus. Ja. En die wist van alles bijna. Van de cultuur af dus. En die ging ook helemaal dus naar Weberen naar het... In Vught komt er bijvoorbeeld veel vaker voor, want we hebben natuurlijk in Vught een hele grote groep Molukkers. En die hebben ook andere rituelen. Maar ik hoorde pas geleden dat er in Boksel toch meer dan 60 verschillende nationaliteiten zijn. Moest kijken, van wie als dat. Ja, maar dan zou je zeggen, wat blijven die dan allemaal? Ja, maar die hebben dus wel vaak hun eigen ondernemer, op de hoogte is van al die culturen. Ja. Plus, als het enigszins betaalbaar is, gaan die mensen allemaal terug naar het land van herkomst. Ja, en dat snap ik ook. Ja. Maar als nou zo, dit was dan een vrouw die gereinigd werd door vrouwen. Als nou een man was geweest? Nou, ik heb een man gehad inderdaad, dus een vader. Dus die vrij jong stierf, die een vrij jong gezin had dus, waarvan de oudste zoon meteen de opvolger wordt in dat gezin. Ja. Die wordt meteen de baas, of tenminste opvolger. Ja. Nou, die kwamen ons aan met toeters en bellen, met potten en pannen en met vuur en dat ik een beetje angstig van werd. Ik denk, maar ik ben mortuarium hier. Ja. Ik had wel, ze mocht het van mij, maar wel dus, maar met de vuur wist ik eigenlijk niet, want kon ik geen kwaad. Dan gaan ze helemaal rondom. Die dat man? Vuur zit dus met al die potten en pannen, alles brachten ze mee. En dan werd die jonge zoon, dus die oudste zoon van het gezin, die werd daar neergezet dus. En die was al van tevoren al helemaal kaal geschoren. En dan moest je een waarom jaar... Waarom is dat dan? Dat is een traditie. Okay. En dat moest je een jaar zo houden. Dus hij moest al meteen al het vaderfiguur spelen. En dat maakt niet uit. Vrij jonge jongens. Ja, maar ook niet zeggen, want vertel je dat is hij 12, 13 jaar of dat zo. Dat je dacht van, moet zo'n manneke meteen helemaal. Ja. Die werd het hoofd van het gezin. Maar dat was om te zien. Dat was zo mooi. Ja? Ik vond dat zo'n geweldige dienst. Ja, daar heb ik gewoon van genoten. En waarom was het die? Ja, van die dienst, ja? Ja, van die dienst. Ook hoe ze het deden? Hun doen meer met een overledene als wij, vind ik. Ze hebben wel iets meer... Rituelen hebben ze, hè? Als ze huilen, dan vallen ze door de knieën, dan is het gewoon zo intens. Ze beleven intens. Het. Ja. Ze beleven het anders dan wij. Ja. Dan staan ze gewoon te gillen en te huilen en dan vallen ze neer. En dat kennen wij niet. Nee, wij zijn cultuur altijd is toch dat niet. Nee, zijn veel rustig. Nee, we hebben waarschijnlijk evenveel verdriet allebei. Ja. Alleen wij uiten het op een andere manier. Ja. Bij ons komt het veel later, denk ik ook anders. Ja, of je doet het inwendig. Op het moment. En wij laten ons eigenlijk nooit zo gaan. Nee. Juist. Kijk, want in principe zou je helemaal denken, ja, klopt. Maar dan denk je, dat kan ik niet maken. Want precies. Iedereen die zit hier, ik moet toch mijn eigen van man. Dat wel. Nou, dat vind ik al een groot verschil. Want ik doe het nou 20 jaar. Ja. Als je een vergelijking maakt tussen 20 jaar geleden en nu. Nu zie je dus dat de jongere generatie, die mag huilen. Die kunnen hun gevoelens uiten. Maar dat weten wij allemaal. Want dat leren de kinderen dus op school. Ja, ze mogen spreekbeurten houden. Ze mogen gillen. Ze mogen als ze boos zijn, mogen ze boos zijn. Wij moesten vroeger allemaal denken aan de buren en weet ik wat. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Maar ja. Je ziet dus tegenwoordig, met name bij crematies zie je dat. Omdat je iedereen langs je ziet heen lopen. Ja. Zie je dus echt jonge mensen echt verdriet hebben in de vorm van een emotie. Van heftig huilen en... Ja, ik vind het wel heel mooi, zo, eindelijk hoort het ook zo. Ja eindelijk toch? Hoort het ook zo. Dat is natuurlijk ook de plaats waar je die emotie kunt uiten. Maar je kunt uiten. Ik kan niet zeggen dat je huilend in de auto moet stappen, maar daar mag je huilen. Ja. En, ik denk ook wel, als het zo kan, dat de dood en de begrafenis en alles eromheen ook veel meer bij het leven gaat horen. Ja, dat merk je wel. Want ik vind het ook. Het hoort vroeger ook meer was bij het leven. Doe maar gewoon. Dus daardoor werd het ook zo. Ja, ik betrek ook altijd dus, als ik een thuisopbaring had en ik kwam in een gezin dus, waar ook dus heel veel kleinkinderen bij waren of zo.
dan betrok ik je er altijd wel bij. Ja. Dan zeg ik, kom maar kijken. Het was zelfs zo erg dat ik in Liemt nog steeds een gezinnetje heb. Dat is hartstikke fijn om te horen, heel mooi. Als ze mij nu nog zien, ja? Dan zeggen die kinderen van, oh, maar kijk eens, dat was de kapper van opa. Ja. Oh, de kapper. Wat bleek nou? Ik ging alle dagen dus terug, dus hè, als die man heel bezorgd was en thuis opgemaakt had, dan mochten de kleinkinderen mij dus, als ik dan terugkwam, dus mee naar opa gaan en dan zeggen, nou, ik wil kijken of opa weer heel mooi bij ligt. Dan deed ik ook een beetje bijpoederen of zijn haar een beetje kammen of zo, weet je wel. En dan zeiden ze, oma, daar komt de kapsel voor aan. Nou. En dat was zo fijn om te horen. Nu nog, zei laatst die mevrouw zelf, Bertje, als wij jou zien, dan zijn nog de kinderen van, oma, weet je nog, dat was de kapsel. Ja, zo is het toch wel. Dat was zo mooi om te horen. Maar leuk, zeg. Ja, dat was echt, ja. Mensen worden ook, als ze opgebaard worden, niet meteen in de kist gelegd, hè? Dat was vroeger ook wel, dat mag, ligt eraan wat ze zelf willen. Ja, ja, oh, oké. Okay. Ja, want tegenwoordig gaat het heel vaak in bed. Ja, ja. Ze krijgen ook een onderkoeling allemaal, dus in bed is het eigenlijk mooier. Als ze in haar eigen bed liggen? Ja, dan is het nog lekker thuis en dan is het voor de kinderen en kleinkinderen niet zo eng. Heel vaak zeggen we dan van, god luister, zullen we de laatste dag vader of moeder of net wie het was, iedereen in de kist leggen, dan kan je ook even wennen aan die kist, ja, dat je morgen zo weg gaat. Ja. We proberen een beetje stapjes te doen. Meestal bouwt iemand is ziek, ligt in zijn bed, overlijdt, blijft nog even in zijn bed. Lekker. En uiteindelijk wel in de kist. Maar ja, in fases. Zo'n kist heeft je natuurlijk geen koeling. Jawel, we zijn er ook. Dat kan wel. Ik wou net zeggen, want dan zeker omdat het dan wel langer, dat iedereen boven de grond blijft, om het zo maar te zeggen. Ja. Hè? Ja. Ja, kan het ooit op misschien wel. Nee, die kist die staat op een koeling. Staat op een koeling. En we komt er ook omheen. Dus. We hebben natuurlijk ook iets nieuws de laatste 2 jaar. Hè. De wet vindt dat goed. Vertel. En dat heet, is heel moeilijk, tannotopraxie. Nog een keer? Ja, tannotopraxie. Dat betekent het licht balsemen van mensen. In Spanje, Frankrijk, overal doen ze dat of deden ze dat al. En dat is 2 jaar geleden bij wet in Nederland ook goed gevonden. Ja, dat mocht het eerst nooit hier. Dus dan doen wij mensen licht balsemen. Dat betekent eigenlijk dat we vloeistof uit de bloedbaan onttrekken. Dus we maken ergens een klein incisie, klein sneetje. Onttrekken vloeistof uit de bloedbaan en spuiten er een heel licht conserveringsmiddel in. Juist. En dat is dat lichte balsemen. In de bloedbaan? In de bloedbaan. Ja. Ah, dus niet aan, ik dacht balsemen, dan wordt het een de vaseline wordt hier gelegd of zo. Ja, je denkt aan een mummie. Ja. Daarom is het ook heel lekker te klemmen het woordje licht. Het is een tijdelijke conservering voor een dag of 10. Ja. En als we iemand die behandeling geven, wat alleen maar op onze locatie natuurlijk kan. En dan kan dat kan niet thuis. Nee, dan moeten ze opgehaald worden. Okay. Maar daarna gaan ze weer naar huis. En dan hebben we die koeling en al die toestanden niet meer nodig. En je blijft dus ook aaibaar, zacht. Ja, ja, zacht. Zacht. En je kleur blijft natuurlijk. Ik denk zelfs dat je mooier wordt. Ja, ja, het is heel mooi. En zeker als het heel warm is, extreme temperaturen in de zomer. Of iemand die echt heel erg beschadigd is in het gelaat, die wordt er ook beter van. Ja. Blijft iemand dan ook, misschien zeg ik het wel weer helemaal verkeerd, soepel? Als je doodgaat, word je stijf. Hè? Maar dat is tijdelijk, hè? Kun je opheffen, dan doen we even op en neer. Die arm wordt helemaal stijf en dan gaan we een paar keer op en neer. Ik doe al zo. En dan die lijfstijfheid heffen we voordat weer je gaat soort gym. Ja, dan moet je even losmaken. Ja, maar het is eigenlijk een soort gym. En daardoor wordt hij los. En daardoor kunnen jullie hem aankleden. En wordt steeds losser. Ja, en als ze eenmaal dus, dan kunnen ze hem beter aankleden inderdaad ook eens. En dan, zie je? Ja. Ik heb altijd gedacht, als hij stijf is, dan, je moet dat van tevoren helemaal doen. Want nou, de ene wordt natuurlijk stijf, krijg je natuurlijk zijn armen heel niet meer. Het is eigenlijk een beetje een fabeltje, hè, dat je het meteen moet doen. Ja, ik vind altijd, als iemand overlijdt, stel vader of moeder ligt thuis en is heel lang ziek geweest en dan is dat moment daar. En soms is het dan voor die mensen, eindelijk is het moment daar, hè, dat zieke lichaam eindelijk rust. Dan moet je natuurlijk wel de dokter bellen. Die moet het overlijden vaststellen, die moet schouwen zoals dat heet. Maar dan hoef je niet onmiddellijk bijna te bellen. Want doe het rustig aan, denk ik dan. Want misschien vind je het nog wel fijn om een uurtje bij je dierbare te zitten. En dan denken, eindelijk rust in dat lichaam. Laat me nou maar eens lekker nog even een uurtje erbij zitten. Ja. Want er is als geen ze jullie bellen, dan begint het te rollen. Dan komt die molen, die gaat op gang. Ja. En dan komen wij en we doen het allemaal heel zorgvuldig. Maar er komen wel eens toch, denk ik, voor je gevoel, vreemde mensen in huis die met jou, lieve vader of moeder, iets gaan doen. Wat ik ook benieuwd naar ben, is wat vertellen mensen nou allemaal?
in zo'n kerk of aan het graf, want er komen natuurlijk fantastische verhalen. Er is denk ik een heel groot verschil in de beleving van een uitvaart in de kerk of een dienst in het crematorium. In de kerk ben je te gast in de kerk, in het huis van de Heer. En daar gelden regels en daar moet je je aan houden. Ja. Natuurlijk is er, met name tijdens de preek, een stukje eigen invulling wat je samen met de pastoor kunt invullen. Maar in het crematorium zijn in principe geen regels. En dus daar is heel veel ruimte voor een persoonlijke invulling en dat gebeurt ook. En ik kom weer terug op die kinderen die tegenwoordig zo mondig zijn en spreekbeurten doen. Ik had vroeger de zenuwen als spreekbeurten doen. Ja, dat klopt, dat nou, is zo. De meeste kinderen tegenwoordig, of durven ook alles. Grote kinderen, die durven alles. En die vertellen over hun gevoel en daar heb je het ook weer. Het gevoel komt weer terug of ze huilen. Maar ze kunnen heel goed vertellen. Ja. En dat wordt ook ondersteund met beelden. Hè? Dus je hebt nou ook de overledenen voor de caravan en achter de caravan, zeg ik altijd, opzij van de caravan. Klopt. Dus dat maakt het heel erg persoonlijk. En ook de muziek, ze weten vaak precies welke muziek ze willen. En dat past dan ook super. Ja, er zijn zo ontzettend veel liedjes. Ja, ik kan allerlei liedjes noemen. Klopt. Wat bij iemand past. Ook allemaal, De Weg van Guus Meeuwis. Ja. Of Time to Say Goodbye. Of André Hazes. André Hazes. De Vlieger. Nou, ik denk dat we er samen wel 100 kunnen opnemen. Ja. Die allemaal passen bij een situatie. En we luisteren ook naar die liedje. Hè. We luisteren wel naar die melodie, maar we luisteren ook naar die tekst. Ja. Want die past heel goed bij die dier. En die muziek, die beelden en die woorden maken het heel persoonlijk. Ja, en, ja dat is een enorme verandering. Ja, dat is ook wel het mooie dan daarvan. Hè? Ja, precies. Ja. Maar wat is nou het bijzonderste of het raarste wat jij mee hebt gemaakt op dat stukje? Dat je denkt, jee. Ja, iemand die iemand waarvan zijn vader dus was overleden dus. Ze was van een dochter en een zoon die dus in de kerk, in de Peterskerk, naar boven kwamen dus, met een tas, wat ik helemaal niet wist, wat ik achteraf helemaal niet mocht, maar wat ik echt niet wist. Nu zitten daar twee borrels neer, op het plateau, en ze schonken daar een borrel in, en de toast op vader. Ja, ik, nou dan dacht ik, nou ja, ik wist het echt niet. Het kan in wezen ook niet in de kerk, maar de bestoof vond het niet zo goed, maar ja, ik kon er niks meer aan doen. Het was ook in de kerk? Het was in de kerk. Maar de manier waarop ze deed, ja, achteraf dacht ik toch van, ja, maar het was toch ook hun wens eigenlijk? Ja. Ze dronken toch graag een borreltje, of vader dronk graag een borreltje. En het deden ze nou, ze toosten op vader. Ja, het was vreemd, maar ja. Ja, misschien heeft vader wel gezegd, pak maar een borrel op mij. Ja, ik denk het. En dan zou gekund hebben. Ja. En dat was een beetje eventjes vreemd. Ja. Dat je dacht, wat moet er nou zo? Ze hadden nog meer attributen naar boven, maar zou ik me niet meer precies herinneren, dat is allemaal zo lang geleden natuurlijk. Ik heb alles onthouden. Vroeger had je ook koffietafels en nou zeggen ze, jongens, we spreken af daarna daar en daar café, want we pakken er een op. Ja, maar dat gebeurt niet zo vaak, hè? Nee. Vooral bij jongere mensen, hè? Toevallig heb ik pas geleden nog meegemaakt. Ja. En daar werd dus echt op gepost. Want hij bouwde daar zelf ook. En dan denk ik, maar dat is ook weer, goed, dat is weer na de dienst dan, hè? Ja, dat maar niet gebeurt tijdens, niet in de dienst, hè? Nee. Snap je? Nee. Dit was in de dienst. Ja. Ja. Ja, dat is wel ja, en dat was een beetje anders, hè? En jij, Patricia, dus, heb jij ook zo dat je zegt van, ik heb ook wel zoiets meegemaakt en ik dacht, hoe? Nou, wat ik het naarste vind, wat ik mee heb gemaakt en ook af en toe nog meemaakt, is als iemand niemand heeft. En ik heb nooit geweten, voordat ik dit werk deed, dat wat eenzaamheid is. Maar het is dus echt zo dat er mensen enorm eenzaam zijn en niemand hebben. Er zijn dus mensen die doodgaan en waar zich dan niemand over bekommert. Jezus, en die komen hier? Die brengen jullie weg naar een... Nou, die komen uiteraard niet vanzelf, maar die komen via de buren of via de politie bij ons. Want die mensen worden dan helaas ook nog wel eens gevonden. Omdat niemand zich erover bekommert, gaan ze op een gegeven moment dood. En dan vinden we mensen. Dat is soms heel naar, want het kan weken duren dat iemand weken in een huis ligt. Niet ergens eenzaam achteraf in een straatje, maar het kan ook midden in een wijk zijn. En nou goed, dan komt er dus niemand naar voren die zich daarover bekommert. En uiteindelijk doet de gemeente, moet zich daarover bekommeren. Hè? Oh. Dat staat in de grondwet. Ja. Iedere Nederlander heeft dat recht op een fatsoenlijke begraafplaats. Ja. En de gemeente vult dan dat woord fatsoenlijk in. Dus dat betekent dat het zo iemand gecremeerd wordt. En dan zit je daar, want dan ga ik dus wel mee. Want dan kan ik gewoon niet dat die rouwauto alleen naar het crematorium gaat met die overledene. En dan zitten we daar en dan draaien we één muzieknummertje. Maar we weten natuurlijk helemaal niet waar die persoon van hield.
En dat is heel naar. Dan en denk dan zelfs zo'n bloemetje mee. Wat een afschuwelijk vak is dit. Ik zit hier bij iemand die ik niet gekend heb en die is nou weg. En niemand weet dat. Wij gaven hem toch nog een stukje waardigheid dat je toch op het leven heeft gestaan. Dat vonden we heel belangrijk. Henko, dan vond je verschrikkelijk. Nu zitten we toch in een kleine aula neer dus. Ja. En een heel klein bloemetje erop. Dus en maar weet je, Betty, daar komt steeds meer voor. Ja, is het zo? Je ziet nou op televisie ook die programma's van eenzame ouderen. Juist. Dus ik dacht, ze komen meer in de belangstelling. Dus het gaat allemaal een beetje meer om elkaar geven. Jozefine, het is echt waar. Eenzaamheid bestaat, hoor. Ja, wij komen het tegen. Geer en Goor komen het tegen op de televisie. En die mensen die dan overlijden zonder dat iemand daarbij is. Mensen op instellingen die daar hun hele leven gewoond hebben. Hè, dat komt echt voor. Nooit een familielid op bezoek hebben gehad. Nooit iemand gezien hebben. En die overlijden ook. En dan is er dus niemand. En dat komt gewoon voor. Ja, dat komt gewoon voor. En heb je dan ook nooit meegemaakt dat er later nog eens iemand komt? Of die zijn dan weg? En ja, weg. Hoor ik dan nee. Want jullie hebben daar ook niks meer mee, hè? Nee, want ik vind het een beetje cru. Van, maar, daar hebben we niks mee, want ik vertel het juist, ook. Ja, maar jullie hebben niks meer mee, bedoel ik met de naam of er nog iemand... Het zakelijke bij de gemeente komt, dat bedoel ik. Ja, daar houdt het op. Hè? Maar het zakelijke, op een gegeven moment houdt dat op. Maar je neemt het wel mee. Ja, op dat moment dan denk je, moet ik nou zo? Heel naar. En natuurlijk, we maken ook afschuwelijke situaties mee. Afschuwelijk verdriet. Kijk, uiteindelijk iemand van overlijdt van 80 of 90. Dat hoort bij het leven. Ja. Daar is nog verdriet. Erg, daar heb ik ook respect voor. Maar het zijn natuurlijk nare dingen. Je zei het net al, kinderen overlijden. Ja, dat is onnatuurlijk. Kleinongelukken of die soort dingen. Al die suicides tegenwoordig. Ja. Ja. Daar zit natuurlijk een verhaal bij. Mensen die zelfmoord plegen, daar heb je ook heel veel moeite mee. Want krijgen jullie ook als mensen dat mee? Of is het zo als iemand bijvoorbeeld verongelukt of zelfmoord pleegt, om het zo maar te zeggen. Die worden hier gebracht. Ja. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Hè? Je hoort natuurlijk dat iemand verongelukt is door een auto-ongeluk of iemand heeft zijn eigen opgehangen. Maar jullie weten niet waarom. Dat krijg je dan misschien te horen als jullie bij de nabestaanden thuiskomt. Ja, maar daar praat je nooit over. Dat is iets wat je... Nee, het ligt aan de mensen zelf. Hè. Ik vertel het net, als je ergens binnenkomt, je kent die mensen niet. Nee. Er is een dierbare overleden en je moet dat opbouwen. Je moet die klik hebben. En zeker als we praten over een dienst in het crematorium, die we dan zelf moeten invullen. Dus we gaan dan ook praten. Dan moet dat vertrouwen er wel zijn. Ja. En natuurlijk komt dan dat verhaal. En dat is vertel je zelf niet verder. Dat zijn dingen nee, je vraagt het niet, maar het komt. Ja. Want het hoort erbij. Het zit voor in hun hoofd natuurlijk. Ze willen dat kwijt. Ja. Dus ik denk, je hebt een hele belangrijke rol. Je komt op een heel dierbaar moment. Ja. En je hoort hele intieme verhalen. Als er een gezin is waar opa of oma van 80 overleden is, maar er is al jarenlang ruzie tussen die kinderen, dan hoeven ze dat mij niet te vertellen, want dat merk ik. Dat voel je gewoon. Dat merk je, dat komt tot uiting. Heel triest. Ja. Je is eigenlijk ook een soort maatschappelijk werker, hè? Ja, soms. Ik snap wat je zegt. Ik heb een begeleiding gehad bij mij in het mortuarium. En toen kwam er een dochter van die overleden mevrouw. En toen zei ze mij, van God, luister eens, die en die mag hier niet binnenkomen. Mag dus geen afscheid nemen. Ik zeg, dat zou ik heel vervelend vinden. Ik zeg, want luister eens, dit is een openbare gelegenheid. En ik kan hier niemand weigeren. Nee. Ik zeg, als je dat per se zelf wil, dan ga je mezelf als politieagent staan. Want dat wil ik niet. Nee. Maar bleek achteraf dus, er was dus een man dus. En die kwam dus een dag van tevoren, had hij gevraagd. Mag dan je eer naar moeder komen kijken? Ik zeg, nou prima. Dus ik laat er gewoon toe. Ik had mijn vrouw zo mooi klaargemaakt. Echt, het was zo geweldig. En ik kom binnen en hij zegt tegen mevrouw bijna, dat is mijn moeder niet. Ik zeg, jawel mannetjes, het is wel je moeder. Hij zei, nee hoor. Maar normaal vraag ik altijd om een foto. Ik vraag om een foto, als iemand zijn haren moet doen, dan weet ik precies wat ik moet doen. Maar ik had geen foto meegekregen, dus ik heb het op mijn eigen dingetje gedaan. Maar ik had ze veel te mooi gemaakt. Het was een boerenvrouwtje met, je kent van vroeger alleen die slagen allemaal zo in de hoofd, weet je wel, zo. Watergolven. Alleen mijn slagen dus. Maar ik had ze mooi gekapt. Je had ze te mooi gemaakt. En ze was zo mooi. Ik denk, oh, nou. Dus toen kwam die dochter later. Ik heb niks gezegd. En toen kwam die dochter en ze zei, oh, mijn moeder is veel te mooi. Ik zeg, toen voelde ik, zeg maar, luister eens. Ik wil het corrigeren, maar dan moet ik wel een foto van jullie moeder krijgen. Ze zei, ja, maar zou het nog kunnen? Ik zeg, dan los ik op. Nou, ik had er wel werk mee gehad, hoor. Ze nam die foto mee en toen ik het zag, toen dacht ik, ja, inderdaad. Zo'n lief boerenvrouwke was het eigenlijk. Alleen moest ze me terug naar af.
Dus dat mooie wat ik had gedaan, dat moest gewoon weer helemaal weg. Ik moest terug naar af. Maar ik stond van mij zo versteld. Dus ik denk, nou, ik begin gewoon alles op nul en ik ga weer verder. Toevallig weet ik hoe ik slagen moet maken dus. Hè, dus ik had ze helemaal losgemaakt. Ja, want heb jij daar een cursus in gedaan? Nee, maar ik heb vooral het kapsel geworden. Kijk, dus dat zat er dan toch in, alles zat in mijn gevoel. Ik kapte de haren zelf allemaal, ik deed allemaal zelf. De naars, de zorgen, naars lakken of netjes opmaken. Dat zat in mijn gevoel al. Ja, dat had ik al van vroeger. Maar dat mocht geen kapsel worden van mijn vader. Nee, dat was geen vak. Wel een schaafmis ondernemer. Dat past niet. Ja. Dus mijn vader ook niet. Nee? Nee, was toen dus gestorven. Oh, oké. Okay. Ja. Oh. Maar, dus ik terug helemaal naar af. En ik pak die foto en ik denk, ze is er helemaal. Ja. En die dochter kwam en toen zei ze tegen mevrouw Bijnen, ze zegt me complimenten. Ze zegt, ik vind het heel vervelend wat je hebt moeten doen. Ik zeg, ik ben zo blij dat ze weer helemaal terug is zoals ze was. Ja. Ik zeg, ik had voor jullie een foto, dus ik deed op mijn manier. Ja, ze was gewoon veel te mooi, maar zo was ze niet. Nee, het was echt een boerenvrouwtje. Ja. Dat vond ik zo geweldig achteraf. Ja, leuk is dat dan, hè. Maar dan ben ik er ook heel blij om, hè. Ja. Dan heb ik het toch weer iets kunnen doen. Dat is helemaal blij van mij. Ja. Ja, want je wilt het toch zo goed mogelijk afleveren. Ja, want die kleinkinderen die kenden oma alleen maar dus met die golfjes. Met die slaatjes. Mooi, hè? Hebben jullie bijvoorbeeld ook een opleiding of iets gehad? Want je groeit er wel in. En natuurlijk, de een heeft de gave om iets makkelijker empathie inleven in de situatie. Maar je krijgt natuurlijk van alles. Nou, ik ben er dus heel langzaam ingegroeid. Ik heb het dus eigenlijk niet meer. Jij bent een natuurtalent. Ja, ik ben helemaal ingegroeid. Ja, ik wist en ik voelde wat ik moest doen en wat ik kon. Ja. Ja? Tegenwoordige tijd moeten ze echt voor studeren. Ja. Ja. Dat heb jij wel, Patrice. Ja. En wat is dat dan? Is dat dan een studie? Is dat een opleiding? Ja, dat is een opleiding. Ja, begrafenisondernemer, opleiding? Uitvaartondernemer. Uitvaartondernemer. Ja, dat is een eenjarige opleiding. Ja. En dat is een landelijk gecertificeerde opleiding. We zijn natuurlijk lid van een brancheorganisatie. Ja, nou komt het natuurlijk een beetje een zakelijk verhaal. Ja, maar toch. Ja. Ja, en we zijn een gecertificeerd bedrijf. Dus we hebben meerdere bedrijven, zijn allemaal gecertificeerd. Dus dat betekent ook dat al onze personeelsleden hebben de nodige certificaten. Dus de verzorgers hebben allemaal een cursus verzorgen, restauratietechniek. Ja. Maar ze moeten ook veel tillen, dus ze hebben ook een certificaat tiltechniekje. Ik ben bijvoorbeeld een uitvaartleider, dus daar heb ik een certificaat voor. Dan moet ik ook ieder jaar in bijscholen. Ja. En wij hebben dus geen uitvaartleiders meer zonder papieren. Ja. Betty is natuurlijk een natuurtalent, maar op basis van haar ervaring. En van vroeger. Op basis van die ervaring heeft zij natuurlijk voor zo'n audit genoeg ervaring, dat dat ook meetelt. Ja. Maar de jonge generatie allemaal. Ja, moet allemaal in. Maar zit daar dan ook een stukje begeleiden van nabestaanden in? Ja. Ja, nazorg is natuurlijk een heel belangrijk. Ja, hoe is dat nazorg? Ik kan wel een leuk voorbeeld. Mijn zoon, ik heb 5 zonen. Een van de kinderen, Paul, die heeft maatschappelijk werk gestudeerd. Die is afgestudeerd op HBO-niveau. En die werkt nou bij ons. Die heeft daarnaast ook zijn papieren als uitvaartleider. En dat is een hele mooie combinatie. Dus maatschappelijk werk, het omgaan met mensen, met alle facetten die daarbij horen. Aangevuld met dat uitvaartdiploma, maakt van hem een hele mooie uitvaartleider. Ja. Die echt kan omgaan met allerlei situaties. Ja. En dan zie je ook, dat vinden wij belangrijk. Want dat nazorgtraject, die doorverwijsfunctie, dat is echt dat belangrijk. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. En dat was vroeger natuurlijk minder, want meneer Pastoor had daar een hele belangrijke rol in natuurlijk. En ook de huisarts. Ik deed het al heel veel, wij deden dat. Ja. Hij deed het ook altijd, ging altijd maar nog. Jij ook vanuit je intuïtie, intuïtie. Je wil ook weten, van, hoe gaat het nou met die mensen? Ja. Dat ik deed heel vaak, ook vooral vaak met hele jonge mensen dus. Waarvan heel, heel vroeg de moeder was overleden, of van het gezin, een heel jonge zin, daar ging ik extra aan toe. Door mijn ervaring, wat ik zou vertellen. Dus, wat jij net zelf wat ik mee hebt gemaakt. Gemaakt. Of je kwam ze tegen in het dorp. Daar ging ik naartoe. En dan kon ik er zo fijn mee praten. Ja. Dan kon ik ook zeggen tegen hen, luister eens, ook jij komt er net zo zien. Ja. Dus mijn gevoel, die lag daar helemaal in. Ja, en jouw eigen levenservaring. Mijn eigen levenservaring, die stopte ik daar helemaal in. Ja, dat was mijn kracht die ik kon opbrengen. En Henk was een type man die alleen maar dus heel vaak naar bejaardentehuizen ging. Met een bloemetje in zijn handen. Bij oude dametjes. Ja. En dan riep je altijd van, dag bloemetje, of dag bloem, dag bloemetje, dag bloemetje.
iedereen was al stapel op Henk. Gewoon dat maakt hem ook enorm geliefd, hè? Dat maakt hem heel erg geliefd. Ja. Ja. Maar die deed dat altijd daarna ook altijd. Met een bloemetje, altijd dus naar die mensen. Ja? Ja. Ja. Ieder doet het op zijn eigen manier. Op zijn eigen manier. En alles is goed, hè? En dat was Henk bijna in al die dorpjes. Dat was helemaal, we zeggen het ook wel eens voor de grap. Ja. Hoeveel bloemetjes zou Henk weggegeven? Ja. Oh. Heel veel. Oh, heel veel, ja. Wat ik nou ook wilde weten, als nou iemand verongelukt, of ik weet ook niet, je hebt natuurlijk ook met de politie te maken en zo af en toe, denk ik. Hè? Ja. Want als iemand op natuurlijke dood gaat, dan komt een arts, hè? Ja. En die komt dan zeggen, posteren. Klopt, hij is dood, dan is het klaar, hè? Dan komen jullie. Maar als iemand nou door een misdrijf of een zelfmoord, of hoe gaat dit dan? Ja, dat heet een onnatuurlijke dood, hè? Ja. En een onnatuurlijke dood, dat is afspraken hier in de regio, die gaan allemaal naar Den Bosch toe. En dat bedrijf is ook... Die komen niet bij jullie? Die komen nooit direct bij ons. In tweede instantie kunnen ze wel bij Bijna Boksel terechtkomen. Maar in eerste instantie is in de regio Boksel, Liemde, Helvoort, Vught. Die gaan allemaal naar het uitvaarthuis, zo heet dat, in Den Bosch. En wat is dat voor een huis? Is dat ook een soort uitvaartcentrum? Ja, dat is een groot uitvaartcentrum. Ja, met alle faciliteiten die justitie... Want als het een onnatuurlijke dood is, is het altijd iets voor justitie, hè? Dan moet de officier altijd toestemming voor geven van onnatuurlijke dood met die en die oorzaak. Die komen daar dus, al die overledenen komen daar terecht. En pas als dat lichaam vrijgegeven is door justitie, dan gaan ze naar een andere onderneming. En dan kunnen ze weer terugkomen naar bijvoorbeeld Bijna Boksel of wat dan ook. Ja, en dan van daaruit worden ze begraven of juist, wat of wat. Juist. Maar dan is het onderzoek... Daar zijn ook speciaal in Den Bosch, in dat uitvaarthuis, zijn ook alle faciliteiten die daarvoor nodig zijn. En, Okay. Het is heel bijzonder daar, hoor. Maar waarom is het zo bijzonder? Omdat het zo groot is. Samenwerking is tussen politie, justitie, pathologen en in dit geval wij. Dat komt er allemaal bij, hè? En het zijn allemaal verschillende disciplines die daar bij elkaar komen. Ja. Daar wordt het onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak en wordt vastgesteld wat de doodsoorzaak is. En helaas, daar komen inderdaad moorden voor, maar alle suïcides komen daar. Alle ongevallen, treinongevallen, auto-ongelukken. Ja. Dus is eigenlijk heel veel ellende daar bij elkaar. Ja. Nou heb ik misschien een heel rare vraag, maar dat komt dat ik zo nieuwsgierig ben. Een treinongeluk, hè? Dat komt dan daar. Ja. En dan komt zo'n persoon... in wat er van over is, hier terecht. Hè? En dan, hoe gaan jullie dan verzorgen? Al die ongelukken die komen dus in dat uitvaarthuis en daar vindt het onderzoek plaats. En daar wordt ook gezorgd dat er op een keurige manier naar de ondernemer gaat waar die mensen dat willen hebben. En sommige gevallen kunnen helaas niet meer opgewaard worden. Nee, een treinongeval, zonder daarover in detail uit te wijden, is echt heel naar. Ja. Ja. Ik heb een jongen gehad en die moeder wilde per se de zoon zien en het was zo heftig. Nou, we hebben het echt, het was geweldig, we hebben het toch gedaan. Ze heeft van alles meegenomen, meegegeven aan ons, omdat ze zeker wist dat haar zoon was. En dat is het ergste. Ja. Ook bij die andere familie dus waar ik dus heb gehad, die zeiden van ja, maar we weten niet of je er wel in ligt. Ja. Nou Betty, dat is ook en toen het heb ik dus iets moeten doen, dat ik dacht van kan ik het? En die vroeg van God, kan ik dan geen stukje haar van hem krijgen? Dat hebben wij gedaan. Ja. En die was er zo dolblij mee. Ja. Maar dat was een herkenbaar. Dus dan wist ik zeker dat je het was. Ja. Snap je? Want dit wat we nou over hebben, dit vind ik wel de schaduwkant. Ja, want ik bedoel, dat iemand sterft en hoe dan ook, die je mooi kunt verzorgen, dan denk je, wauw, hè? Ja. Maar zoiets is al heel heftig, maar doe je natuurlijk wel het beste ervan maken, maar ook voor jullie, hè? Want je is krijgt ook wat binnen, dat je denkt, hier word ik dus niet vrolijk van. Nee. Maar dan moet je toch weer mee omgaan. Ja, want dan vraag ik me dus af, zijn er dus speciale mensen bij jullie nou in dienst die dat beter kunnen? Want ik kan me voorstellen dat niet alle personeel of collega's dat zomaar kunnen. Nee, maar dat voel je ook wel. Maar zoals jij het nu zegt, zo is het ook precies. Niet iedereen kan dat. Nee, iedereen kan het niet. Niet iedereen mag dat. Mensen die ongevallen bij ons behandelen, dus dat betekent dat ze ze gaan halen en dat ze ze ook verzorgen, die zijn er apart voor opgeleid. Ja. En al die mensen zijn ook door justitie gescreend, hè, want het is heel vertrouwelijk. Ja. Mensen komen natuurlijk in vreselijke verwikkelingen, toestanden. En
die krijgen ook een aparte opvang. Nou ben ik niet heel erg professioneel, maar ik behandel die ook anders. Hun verhaal kan ik niet bij alle collega's neerleggen. Maar dan doen wij regelmatig met elkaar praten. En zeker na een bijzonder ongeval, dan gaan we met elkaar bij elkaar zitten. Want zij kunnen, daar heb je het weer, met het verhaal ook heel vaak niet thuiskomen. Ja, nee. Als jij een treinongeluk hebt, wat heel heftig is, dan kunnen ze niet mee thuiskomen als daar kleine kinderen zijn. Of die vrouw kan er dan weer niet tegen. Ja. Dus dat moeten ze op hun werk zoeken. Ja. En vaak hebben we daar ook professionele hulp bij. Ja. En datzelfde geldt voor de politie en geldt ook voor justitie. Dus met elkaar, maar wat jij net zei, donkere kant van het werk. Ja, ja, hè? Ik noem het altijd een aparte discipline binnen het totale pakket. Het is voor mij ook anders als ik naar een regeling, noemen we dat, ga. Ja. Van een natuurlijke dood of een onnatuurlijke dood. Ik denk best wel eens als ik aanbel bij mensen en daar staan met mijn tas van, wat ben ik nou aan het doen? Ik heb echt regelmatig gehad dat ik echt niet wist wat ik moest zeggen als een kind van 18, weet ik wat. Maar dat maakt jou dan op dat moment ook bijzonder, omdat je dan ook eerlijk bent van, ik heb geen woorden. Nee, dus, maar die heb je ook niet. Nee. Dus dan want, zeg je dat maar. Ja, want dan zeggen mensen, wij snappen het. Ja. Komt hier maar bij ons zitten even. Dan zit je op dezelfde lijn. Precies. Ja. Wat moet ik dan met dat woord gecondoleerd? Dat kan ik niet eens zeggen. Want zo krijg je nog eens niet uit je mond al. Nee. Nou zie ik hier een vlinder op tafel. Wat is daar de bedoeling van? Waarom staat hij hier eigenlijk op tafel? Dit is eigenlijk, en dat had je denk ik niet gezien, dit is de sluitschroef van een kist. Dus als ik dit ernaar afdraai, dan heb ik een schroef. En in een kist zitten 8 schroeven om de kist dicht te maken, maar dit is dus 1. En wij vonden dat heel aardig, dat spreekt aan misschien voor kleinkinderen of voor kinderen, dat ze dit dan kunnen bewaren. Als de kist gecremeerd of begraven wordt, krijgen ze die vlinder mee naar huis. En die kun je dan op die kandelaar, op de kandelaartjes schroeven en dan heb je een mooie herinnering. Je kunt die vlinder ook schilderen, hè? Dus je kunt hem ook knalroze of geel maken. Ja, want hij is van hout. Hij is van hout, hij is eigenlijk van hetzelfde materiaal als de kist. Hij kan op meerdere kisten, maar hij hoort natuurlijk bij een blanke kist. Maar als je hem rood verft, kan hij ook bij een rode kist. Ja. Nou, hij staat hier een box op tafel omdat we hem zo leuk vinden. Ja, precies. Maar in Vught hebben we eigenlijk een heleboel van dit soort noviteiten. Ook gewone dingen die bij een uitvaart horen. In Vught kun je alles zien wat er te koop is op het gebied van uitvaartverzorging. In Vught moet ik eigenlijk zien, daar is jullie showroom. We noemen dat het uitvaartinformatieplein. Daar kun je alles zien op het gebied van noviteiten, maar ook gewoon kisten, binnenbekledingen, zelfs grafstenen. Dat is ook de reden waarom vaak mensen uit Boksel naar de hoofdvestiging komen in Vught. Om dat te zien, want je wil niet meer uit dat boek bij mij een kist uitzoeken, maar je wil die kist echt zien, je wilt het voelen. Ik kan niet uitleggen wat voor kleur die binnenbekleding heeft, dat geel, hoe geel is dat dan? Dus vandaar dat er toch heel vaak mensen vanuit Boksel ook naar Vught gaan. En daar is die vlinder te zien, dus we kunnen misschien even naar Vught toe gaan. Ja, ik zou het wel heel leuk vinden om daar eens te gaan kijken. Want het lijkt, daar kom je ook zomaar niet 1, 2, 3. Nee, precies. Ik wil je alvast bedanken. Ik vond het een heel bijzonder gesprek. Dank je wel. We gaan nu met z'n allen naar Vught. We willen mensen hier een indruk geven van wat er allemaal mogelijk is. Dit zijn kaarsen, zie ik. Hè? Ja, dit zijn kaarsen en die kaarsen zijn gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking. Op dit moment cello kennen we allemaal, hele grote instellingen, hier in, zelfs in Boksel. Ja. Ze zijn hartstikke mooi en we laten het in een ritueel, een kaarsenritueel noem ik het altijd, neem ik het mee in de dienst. En de kinderen, kleinkinderen krijgen ze mee naar huis. Hebben ze een heel mooie herinnering. Hier heb je vlinders die je zo mooi vond. Ja. We hebben het over duurzaamheid. We hebben het over eco-kisten. Dit is een kist gemaakt van afvalhout. Allerlei restanten. Gemaakt tot een hele moderne kist. Strak, zonder grepen. Daarnaast staat een geoliede kist. Dezelfde kist, maar hij ziet er heel anders uit. Dit is ook een bijzondere. Ja, ik vind dat zelf een huisje. Officieel heet het een abdijkist. Mm-hmm. Mooi, hè? Mooi, schilderingen. Ja. Kijk eens hoe mooi in het deksel, het laatste avondmaal. Ja. En allerlei houtsnijwerk. En het is gewoon een massief houten kist. Er zit ook een laadje in die kist, dus je kunt je portemonnee ook meenemen. Zigeuners vinden dit bijvoorbeeld heel erg mooi. Dit is het verhaal van kleine babytjes, feutusjes,
Vroeger was dat heel moeilijk, heel verdrietig. Die kinderen werden achter de heg begraven. Tegenwoordig, gelukkig, besteden we er heel veel aandacht aan. Mm. En ja, zie je dit kleine mandje, ja, maatje 40 zou zo'n babytje kunnen hebben. Ja. En dan past hij in zo'n klein, ja, ik noem het maar bedje. Ik kan het geen kistje noemen. Nee. Ja, dat zijn eigenlijk urnen, dus dat kan, zijn allemaal hol. Zijn dat urnen, ja? Ja, daar kan een beetje as in. Ja. En ja, het kan ook buiten staan, want het is vorstbestendig. Maar uiteraard kan het ook binnen, hè? Ja. Wat is dit? Ja, Bert heeft wel iets bijzonders in de handen. Dit is een glazen bol. En tijdens het blazen, wat een glasblazer doet, stond de as ernaast, een beetje as. En het zijn die witte sliertjes, die witte draadjes die je hierin ziet. Dat is de as van een overledene. Je kunt een advies krijgen over een grafsteen. Een grafsteen is natuurlijk enorm belangrijk, want er is niet voor iets voor 2 jaar. Nee. De wet op de lijkbezorging zegt grafrechten voor 20 jaar. Dus je schaft een grafsteen voor tenminste 20 jaar aan. Ook al komt er later iets in dat graf erbij. Dit is een van onze rouwkamers, waar de overledene wordt opgewaard. Hier we kunnen ook onze dienst doen, dus we kunnen een complete uitvaart hier bij een NV doen. Mooie ruimte, hoor. Ja, een hele mooie ruimte. Dus dan hoeven de mensen nergens meer naartoe. Dan we kunnen hier alles doen. Ja.